Over de gevangenis van Gent is zeer veel beeldmateriaal beschikbaar. Ze heeft ook een zeer rijke geschiedenis. Gelet op de beperkte tijdsduur worden een beperkt aantal foto's getoond en de tekst van de geschiedenis tot een minimum erleidt. Meer hierover vindt u terug in een boek dat over de geschiedenis van de gevangenis werd uitgegeven. De gevangenis te Gent dateert van 1862. Ze werd gebouwd als hulpgevangenis van de centrale gevangenis aan de Coupure. Toen in 1935 de centrale gevangenis gesloten en gesloopt werd, bleef de nieuwe wandeling als enige gevangenis in Gent over. De hulpgevangenis werd later omgedoopt tot Rijksgevangenis. De gevangenis van Gent werd oorspronkelijk gebouwd voor het cellulair gevangenisregime. In die tijd heerste de opvatting dat de eenzame opsluiting de meeste garanties zou geven voor de morele verbetering van de gedetineerden. Communicatie tussen gedetineerden was ten strengste verboden. Het is Édouard Dupéchiot die als eerste inspecteur-generaal van het Belgisch gevangeniswezen het gevangenisbeleid uitstippelde en de aanzet gaf tot de realisatie van 25 cellulaire gevangenissen, waaronder de Gentse gevangenis. De typische architectuur van deze gevangenissen kreeg de naam van Dupéchiot-model. Het ontwerp van de gevangenis te Gent kwam van de architecten Dumont en de Ré. Ze haalden hun inspiratie bij de gevangenis van Petonville nabij Londen. Het gevangenisproject van Dupéchiot is toonaangevend. Hij bouwde gevangenissen die ordelijk, hygiënisch en relatief comfortabel waren en streefde drie doelstellingen na: boetedoening, intimidatie en morele verbetering. Het dagelijks leven in de gevangenis voor de Eerste Wereldoorlog is voornamelijk gekenmerkt door monotonie en eenzame opsluiting in de eigen cel. Wanneer de gedetineerden uitzonderlijk een cel verlaten, dragen zij een gevangenenkap wat de identiteit van de gevangene zou moeten beschermen. Zo kunnen ex-gevangenen elkaar nadien niet als voormalig gedetineerden herkennen en zou het evenzeer bendevorming tegengaan. Na de oorlog brak het gemeenschapsregime volledig door in het penitentiair denken. Vanaf 1948 mogen gedetineerden roken in een cel en in lokalen waar ze onderworpen zijn aan het gemeenschapsregime. Ook mogen zij vanaf dan wekelijks een brief schrijven en ontvangen. Een jaar later wordt het aantal brieven verdubbeld naar 2 per week. Een gedetineerde kan dan wekelijks minimum een half uur bezoek krijgen. De regel van het stilzwijgen wordt in 1949 grotendeels afgeschaft. Vanaf 1950 wordt het gemeenschapssysteem versneld doorgevoerd. Dat de gevangenis van Gent de tand des tijds heeft doorstaan en in 2012 precies 150 jaar bestaat, is te danken aan de beleidskeuzes die in 1970 zijn genomen. Vermits het gebouw aan renovatie toe was, werd de overheid ertoe gedwongen om een essentiële keuze te maken. Ofwel zou er een nieuwe gevangenis gebouwd worden in de stadsrand, ofwel moest de bestaande gevangenis gerenoveerd en aangepast worden aan de geldende hygiënische en humane maatstaven. Vanaf 1972 worden de verbouwingen gestart, waarbij alle delen van de gevangenis systematisch worden aangepakt. Het proces van renovatie heeft geduurd tot 2012. De gevangenis van Gent is van oorsprong een arresthuis, wat inhoudt dat de beklaagden er in voorarrest verblijven. In 2012 is 35% van de totale populatie beklaagde, 35% is veroordeeld en de overige 30% is geïnterneerd, wat betekent dat deze gedetineerden ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, vaak omwille van een psychiatrische problematiek. Anno 2013 verblijven om en nabij de 450 gedetineerden, mannen en vrouwen samen, in de nieuwe wandeling. Voor meer informatie over het leven in de gevangenis verwijs ik naar de website www.gevangenisgent.be.
leefklimaat en de veiligheid in de gevangenis is voor een groot deel gebaseerd op de respectvolle bejegening van de gedetineerden, de humane benadering en het aanbod van zinvolle dagbesteding en activiteiten. Het bruist steeds van activiteit in de ganse gevangenis. Om de dagelijkse werking te realiseren, staan alle medewerkers dag in dag uit paraat. Bovendien zijn de medewerkers erg gemotiveerd om nieuwe initiatieven te ondersteunen, die bijdragen tot een constructieve en zinvolle detentie. De mogelijkheid om te werken binnen de gevangenis draagt hiertoe eveneens bij.